Nou, vandaag is helemaal ergens anders over. Over de Esperloop. De Esperloop is hier een loop die van zeg maar, het dorpje Bakel over de Grotelse Hei helemaal naar de snelle loop toe doet. En deze is een hele bijzondere loop, want hier stroomt mooi roodbruin water in. En waarom is dat water zo roodbruin? Nou, dat zal ik eens gaan vertellen. Ik zal eens even een leuke plek op gaan zoeken waar ik wat meer over dat bruine water uit kan leggen. Want dat is toch wel de moeite waard om er iets van te weten. Kijk, hier kun je bijvoorbeeld goed zien dat het water echt roesbruin is. En als er zo aan komt, dan zijn de vlokken. En die vlokken, dat is eigenlijk weer, daar komt eigenlijk de overbemesting, de fosfaten zeg maar. Die komen dan, dan komt het ijzeroxide in contact met fosfaten en dan krijg je die vlokken. Zonde, want anders had ik gewoon mooi rood water gehad. Kijk, soms, dan is het ook wel eens ooit, dat er een ijzervliesje, dat er een vliesje op ligt. Dat lijkt dan net olie, maar dat is het niet. Want als het er aankomt, dan valt dat uit elkaar. Als het een keer aantikt, dan valt dat helemaal uit elkaar. En dat zijn ijzerbacteriën, zeg maar. Dat vormt samen daar het ijzeroxide. En die beestjes, die zorgen dan, dus, zeg maar, dat is die olievlek die je eigenlijk krijgt. Maar dat kan geen kwaad. Heel veel mensen denken natuurlijk al meteen aan verontreiniging en alles. Maar dat is het echt niet. En waarom is dit water nou zo bijzonder? En dat komt omdat dit water, wat hier stroomt, vanuit grote diepte en bij Bakel op het gene eind, komt die uit de grond. En dat heeft weer te maken met de Peelrandbreuk die daar loopt. Omdat dat het grondwater uit grote diepte die komt op een hardere laag die niet waterdoorlatend is. En door die niet waterdoorlatende laag komt het water omhoog en naar de oppervlakte. En dan ligt het gewoon op het weiland. Dus dat is wel heel bijzonder dat het zo gebeurt. En hier zie je ook dat ze er takken in gegooid hebben. En dat hebben ze gedaan om dat het water langer hier te houden. En het organisme in het water wat beter op peil te brengen. Want vroeger, ja, ze zeggen dat hij er nog zit, maar hij is een keer droog gevallen. Hebben ze te laat ingegrepen. Er zat hier volop de bronlibellen. En vroeger gooide ik zelf hier takken in het water om het water omhoog te krijgen. En toen haalde het waterschap ze er weer allemaal uit. Maar nu hebben ze het er zelf in gegooid. En moet je eens kijken wat voor een prachtig resultaat hij geeft. Nou gaat hij zelfs buiten zijn oevers. Wat we mooi hier. Is toch geweldig. En hier hebben we dadelijk ook nog wel een bijzonder ding. Kijk, hier is dat is bijvoorbeeld waar ze het waterschap. Nou, daar hebben ze hele bomen in gegooid in dit stuk. En dan nog eens een keer balken er dwars bovenop en dan takken ertussen. Dat is om het organisme hier in het water wat meer omhoog te krijgen. Omdat hier ook de zeer zeldzame gewone bronlibellen zit. Maar ja, die heeft door droogval een enkele jaren geleden toch wel wat meegemaakt, denk ik. En of dat nou nog allemaal goed komt, dat weet ik niet. Maar eentje hebben ze vorig jaar gezien. Van de vele die er eerst zaten. Maar ja, eerst moet alles uitsterven of bijna uitgestorven zijn. En dan gaat er iets gebeuren. Kijk, en dat is in dit geval ook gebeurd. Met subsidie natuurlijk. Want anders lukt het allemaal niet meer tegenwoordig. Maar ja, het is hier natuurlijk in Nederland. Net als met een hele hoop andere projecten. Er moet eerst iets verdwijnen. Voordat er iets gaat gebeuren. Dat is altijd jammer, hè? Je kunt er allemaal voor zijn. Want je kunt niet iets wat weg is terug proberen te krijgen. De gewone bronlibellen is nog maar op 3 of 4 plaatsen, moet ik hem liggen, ik geloof 3, is hij nog maar aanwezig. En wat was dit, is er 1 plek van. Maar ook gewoon louter en alleen op dit gebiedseigen water is natuurlijk. En gewoon kraakhelder water, dit komt echt gewoon uit de bron. En de ijzer, ja, daar neemt hij mee op het moment dat het water omhoog komt. Vanuit de Peelrandbreuk daar.
En dan neemt hij van allerhande mineralen mee, waaronder ijzer. En dit is er dan één van. Maar, zo zie je maar, heb ik jullie toch maar weer een keer meegenomen naar een heel bijzonder gebied. En het is echt de moeite waard om hier eens een keer erheen te lopen. Want dit is één van de weinige beken, zeg maar, die echt van natuurlijk water stromen. En van water vanuit een hele grote diepte. En dat is ook heel belangrijk. Dat moet ook op die diepte gehouden worden. Want als ze allemaal water wegpompen en doen en al die droogte die we tegenwoordig hebben, dan wordt het er allemaal niet beter op. Kijk, dit is al jaren, iedere keer de laatste jaren, dat we de grondwater moeten pompen. Omdat anders de beek gewoon droog valt. Maar dat heeft allemaal te maken omdat wij op wat je zit gewoon te veel water uittrekken. En dat het water dan niet meer omhoog kan komen. Dus laten we hopen in ieder geval dat ze een keer allemaal tot inzicht komen. En dat we zuiniger moeten zijn met ons water. Dan weten jullie allemaal in ieder geval alweer iets meer over die Esperloop. Dat is wel leuk natuurlijk, want het is iets wat behouden moet blijven. En vooral dat we dat zo moeten houden. Dat er in ieder geval voor ons die na ons komen, er ook nog iets in hebben. Maar we zijn tegenwoordig wel erg goed in de natuur verbeteren, wat wij dan zeggen. Maar we moeten beter naar de natuur leren luisteren. Dat schiet beter op, denk ik, als al die ingrepen die wij er allemaal gaan liggen doen, die toch geen zin hebben. Ja, dat weten ze dan later dat het niet geholpen heeft. Maar fijn, ik nodig iedereen uit om hier eens een keer een wandeling te doen en te genieten is van de Esperloop. Doei! Op mijn tocht naar de Esperloop loop ik zo door het bos en kom ik ook nog iets heel bijzonders tegen. Wat te gek voor woorden is natuurlijk, want hoe kun je de natuur zo verpesten? Kijk, een mooi bankje hier om te rusten. Daar heeft er eentje met een hondje gezeten en de hondje heeft gepoept. En wat doen ze dan? Ja, in zo'n plastic zakje. Want dat is netjes. Nou, dan nemen ze het niet mee. Dus dat schiet ook niet echt op, want dat plastic zakje is vervuilender als dat hondenrolletje dat er anders leeg had. Nou, maar hoe haalt het in uw hoofd om zoiets te doen?